Ik zou zeggen dat Generatiepact een aantal van zijn doelstellingen bereikt heeft. En in ieder geval, als je het mij vraagt, een trend in beweging heeft gezet. Het Generatiepact heeft zeker niet alle problemen van vergrijzing en financiering van sociale zekerheid die eraan vasthangen opgelost. Daar zijn we het ook over eens, denk ik. Ik denk niet dat je ouderen aan het werk krijgt, of meer ouderen aan het werk krijgt, alleen maar door arbeidsmarktbeleid of door overheidsmaatregelen. Wie denkt dat je de vicieuze cirkel van mensen die op latere leeftijd uit de arbeidsmarkt willen stappen doorbreekt door alleen maar overheidsmaatregelen, die vergist zich. Het voornaamste probleem is de vraag stellen en beantwoorden hoe het komt dat heel wat mensen op oudere leeftijd nog heel creatief zijn, heel actief zijn, heel erg bezig zijn, zelfs nog heel vaak nieuwe dingen leren, maar dat niet meer willen doen in loondienst, in contractueel verband met iemand die hen leiding geeft. Blijkbaar zit daar toch een heel groot stuk van de knoop. Het gaat niet alleen maar over niet meer werken of niet meer actief zijn, het gaat over vrijheid hebben. En dus is blijkbaar ook een knoop op de arbeidsmarkt, bij onze bedrijven, maar ook bij onze overheid, want we zijn allemaal met hetzelfde probleem geconfronteerd. Hoe motiveer je mensen van 50 en van 55 om aan het werk te blijven, om werk te zoeken en om dat uit te oefenen met dezelfde drive als maar wezen eigenlijk een hoop andere activiteiten na 50 uitoefenen. En dat is een gezamenlijke uitdaging. Die los je niet op door een overheidsmaatregel, die los je niet op door een leeftijd te verhogen of door wat dan ook te verstrengen. Die los je op door de mentaliteit te wijzigen. Ik denk dat ik het antwoord op die vraag al in mijn vorige antwoord heb gegeven. Ik denk dat de politiek moet samen met het bedrijfsleven, samen met werknemersorganisaties, zoeken naar manieren om de mentaliteit, zowel bij bedrijven als bij vijftigers, over hun activiteit op de arbeidsmarkt, om die te verbeteren. Om daar te maken dat er kansen gegeven worden aan mensen van 50 en ouder. En om te maken dat ze ook bereid zijn om die te nemen. Maar dat doe je niet nog eens met een overheidsmaatregel. Dat doe je met een globaal project, zoals het Generatiepact er een was, maar dan beter liefst.